President Chandrika Prasad Santokhi hoopt dat de samenwerking tussen Suriname en de EU-CELAC na 18 jaren weer kan worden opgepakt. Het staatshoofd meent dat de laatste vergadering is gehouden in 2015 en deze meeting na een lange stilstand een succes moest worden. En hoe krijg je dat succes? Door te zorgen dat die leiders aanwezig zijn. Dat die leiders aanwezig zijn. En dat is ook gebeurd. Leiders van alle landen waren aanwezig. Op het niveau van staatshoofden, op het niveau van premiers, vicepresidenten. En dat geeft al aan dat men wel belangrijk vindt om met elkaar in overleg te zijn. Tweede is, alleen dat leiders op zo'n niveau daar aanwezig zijn, geeft ook de politieke wil aan dat men bereid is op het hoogste niveau van vertegenwoordiging van de landen in communicatie met elkaar te zijn, in overleg te gaan over verschillende vraagstukken. En die vraagstukken die hebben te maken met de twee regio's, personenverkeer, goederenverkeer, handel. Een van de onderwerpen die tijdens deze vergadering aan de orde kwam is het visumvrij reizen binnen en naar de EU. Het staatshoofd gaf aan dat dit onderwerp niet op de agenda stond van de summit, maar dat het in bilaterale sfeer wel is aangehaald. Omdat we het verzoek al ingediend hebben en het is een heel proces dat afgewikkeld moet worden voordat de hele Europese Unie het besluit neemt. Belangrijk is namelijk dat we de randvoorwaarden in place moeten hebben. En die zie je wel in place gebracht worden, alhoewel soms het lijkt alsof het niet gebeurt. Maar zaken die te maken hebben met jouw biometrisch paspoort, daar zijn die voorbereidingen al getroffen, daar is die openbare inschrijving al geweest. Het zijn allemaal internationale bedrijven die ingeschreven hebben. We kijken uit naar het besluit vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Bibus. En dan gaat dat bedrijf starten met het proces van biometrisch paspoort. Je moet rekenen houden, je moet instrumenten hebben, je moet randvoorwaarden hebben, je moet personen hebben. Je moet moderne apparatuur hebben om al deze paspoorten goed te controleren. Vraagstukken die aan de orde zijn gekomen hadden te maken met personen- en goederenverkeer tussen de twee regio's als ook de handel. Het mondiaal vraagstuk van klimaatverandering en de gevolgen daarvan was ook onderwerp van gesprek.